Ik praat met iemand die mensen energie geeft en ze weer laat geloven in de toekomst. Ik praat met Jeanette Wolters. Wie is Jeanette Wolters? Jeanette Wolters, dat is een grote idealist met een groot hart voor kinderen. En ik heb een opleiding gevolgd in de permacultuur en dat wil ik graag in de praktijk brengen. Dat doe ik via mijn stichting Kimchi en via mijn hoveniersbedrijf Natuurkracht. Wat wil je bereiken, Jeanette? Ik wil bereiken dat kinderen weer leren waar het voedsel vandaan komt, hoe de voedselketen eruit ziet en dat niet alles uit de supermarkt hoeft te komen. Maar ook dat mensen weer samen tuinieren. Dat ze een sociaal contact maken met de buurtbewoners. En dat ze ook zien dat je als burger je eigen stad kunt terugclaimen. Hoe wil je dat bereiken? Ik heb getracht bij overheden aan te kloppen om een groot stuk grond in gebruik te mogen nemen. Dat is na 3 jaar gelukt bij de gemeente Kerkrade. Dankzij ook de samenwerking met de woningvereniging Land van Rode. En we hebben daar een terrein waar we sinds november 2011 op aan tuinieren zijn. Met kinderen en volwassenen en vrijwilligers uit heel Parkstad. Wat wordt er bedoeld met eetbaar bos of urban gardening? Een eetbaar bos is eigenlijk dat je kijkt naar hoe de natuur werkt. In een bos zie je altijd verschillende lagen. De hoogste laag, dat zijn de bomen en de laagste laag zit in de grond. Dus je hebt ook nooit iets in een rijtje staan. En alles staat door elkaar. En de planten helpen elkaar onderling. En urban gardening, dat doe je dan door zo'n bos midden in de stad te maken. Ja, mensen willen de stad ontharden. En groener krijgen. Overal zie je stenen, beton, asfalt. En mensen houden ook van planten, de meeste mensen wel. En dat proberen ze wel dichter in hun omgeving te krijgen. Maar als je midden in de stad woont, heb je meestal geen tuin. Dus dan zoek je het maar op je dak of op je balkon. Wat is permacultuur? Permacultuur is een samentrekking van de woorden permanente en agricultuur. Je probeert eigenlijk alle planten doorlevend te maken. Dus normaal heb je 1-jarige, 2-jarige of meerjarige planten. Maar met de technieken van permacultuur kun je alles laten doorleven. En het zijn ook ecosystemen die elkaar dus steeds aanvullen en steeds gesloten circuits maken. Dat is eigenlijk de basis van permacultuur. Het heeft niet alleen met landbouw en tuinbouw te maken, maar ook met een hele manier van leven. Dat je ook probeert dichter in je eigen omgeving je voeding te halen, samen te werken met je omgeving. En zorg voor de aarde, zorg voor de ander en samen delen. Wat is de link ook weer met Land van Rode? Land van Rode is de woningvereniging van de gemeente Kerkrade, een van de woningverenigingen die daar actief zijn. En zij hebben door de grote leegstand in de krimpgemeentes hier in het zuiden van het land, woningen over die op den duur gesloopt worden. En daardoor komen terreinen vrij midden in de stad waar je dit soort leuke dingen kunt doen. De gemeente die heeft op een hele onambtelijke manier heeft ze binnen 5 dagen besloten dat ze budget ter beschikking wilde stellen voor ons. Normaal zou dat een hele besluitvormingsprocedure met zich meebrengen. Land van Rode heeft het terrein ter beschikking gesteld. En beide geloven dus in dit concept. En als het een succes is, dan mogen we nog langer doorgaan ook. Wat zijn de reacties van de omwonenden? Heel verschillend. Er zijn mensen die vinden ons maar helemaal dwaas, omdat we dit oorspronkelijk als experiment voor 1 jaar gaan doen. Mensen krabben zich ook op het achterhoofd als ze zien dat we in de stromende regen aan het werken zijn. Maar dat is ook natuur, daar houden we van. Er zijn ook heel veel omwonenden die het schitterend vinden, met name voor de kinderen, dat die weer iets te spelen hebben, met hun handen in de grond kunnen vroeten, dat ze van ons leren. En er zijn ook veel kinderen waar weinig leeftijdsgenootjes contact mee hebben, maar die heel graag met ons samenwerken. Hoe kom je aan vrijwilligers? We krijgen vrijwilligers via de vrijwilligerscentrale van Parkstad. Er hebben al mensen uit Maastricht, Geleen, Amsterdam meegewerkt. De mensen die landelijk reageren, die zijn weer gekomen via websites als Omslag, Transition Towns, Permacultuur Nederland. Dus het heeft landelijk wel bekendheid gekregen. Jeanette, wat is het mooie van dit experiment? Ja, nou eigenlijk alles. We hebben nu de eerste keer de gelegenheid om te zien hoe je permacultuur midden in de stad kunt toepassen. Je ziet dat de planten op zich heel weinig zorg nodig hebben. We zijn eigenlijk meer bezig met de buurt en met de infrastructuur.
Je ziet kinderen die binnen een half uur helemaal omtoveren van, met witte gymschoentjes tot een of ander wild beest dat in de modder zit te vroeten. Mensen die ja, op hun flatje zitten te verpieteren, die daar helemaal tot hun recht komen. Zoveel leuke dingen. De gemeente die eerst wil dat wij een evenementenvergunning aanvragen om te mogen barbecuen en daarna enig twijfelen en aarzelen, toch dan zegt van oké, mag. Dus dat out-of-the-box denken van iedereen en het laten gebeuren. Dat is wel het mooie. Heel veel succes met jullie project. Dankjewel. We zijn hier in het Mugerveld, dat is een stadsdeel van Kerkrade, Kerkrade Oost. En dit terrein heet er Mugerjaad, omdat het dus in het Mugerveld gelegen is. Maar Mugeren betekent in het Kerkraads dialect ook eten. En uit deze tuin kun je eten. Wie zijn er allemaal? Vandaag zijn er een mevrouw die is gisteren gekomen via de sociale dienst van de gemeente Kerkrade. Die helpt ons in het kader van de wet Wij. Er is een stagiaire die zijn maatschappelijke stage hier loopt, een jongen van 16 jaar. Er is iemand van Transition Towns Parkstad. Wie heb ik hier bij me zitten? Bram Hofmans. Dag Bram, wat doe je hier? Ik loop hier een maatschappelijke stage. Van je school uit? Ja, van mijn school. Welke school? Het Sint-Omeert College in Heerlen. En hoe lang moet je dat doen? 30 uur. Wat kun je hier zoal leren? Welke soorten onkruid eetbaar zijn en welke ook wel niet. En wanneer sla bijvoorbeeld rijp is om te geoogst worden. En ook andere kruiden en planten. Leo, hoe ben jij hier verzeild geraakt? Jeannette en ik hebben dezelfde opleiding gedaan. We hebben een permacultuurontwerpopleiding, op zijn Engels Permaculture Design Course. Het is een internationale term. Allebei certificaat gehaald. We proberen de elementen van permacultuur naar voren te brengen. Dat is in het ontwerp ook al gebeurd. En de eetbare planten die proberen we zoveel mogelijk vrij te houden. En hier in de omgeving van de schuilhut, dat is, willen we dan wat netjes houden. En wat verder weg staat, dat heeft geen prioriteit. Karen, dit is voor jou een hele bijzondere plek. Ja, dat is zo. Dus, ik heb hier 18 jaar gewoond, dus ja, het was ook moeilijk om weg te moeten. Maar want, ja, het is toch je thuis wat je dan, waar je in zit. Dus, maar goed, ik heb een goede oplossing gevonden voor mijzelf. Dus, ja. De meeste mensen willen een hele strakke, ja, nette tuin. En ik heb meer zo, laat maar groeien, we zien wel wat het wordt. Groeit het niet, dan komt er wat anders. Ik heb begrepen van Jeannette dat je, toen dit allemaal net aan het lopen ging, dat je met een aantal kinderen hier ook bent komen helpen. Ja, dat klopt. Dat vond ik ook een leuke idee, ook omdat die kinderen dan mee kunnen maken hoe het allemaal werkt. En dat, ja, voor de opvoeding is dat gewoon goed. MUZIEK